Heel veel mensen twijfelen aan zichzelf. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? En elk mens is goed genoeg en perfect op deze wereld. De wereld is grillig, dat klopt. De wereld is continu in verandering. Maar de manier waarop je daarnaar kijkt is een zeer belangrijke, vind ik persoonlijk. Omarm die veranderingen. Het is van tijd moeilijk om enthousiast te zijn en dat heeft dikwijls te maken met externe factoren. Je wordt beïnvloed door je omgeving. Ik wil eigenlijk elke dag opstaan met het idee dat ik een stuk van mijn talenten ga kunnen gebruiken en dat ik een stuk van mijn passie daar ook in ga kunnen leggen. Als je dat elke dag kunt gaan meenemen, dan denk ik dat je ook de juiste keuzes aan het maken bent. En enthousiasme is feitelijk een goddelijke gemoedstoestand. 100% erboven. En als je daar komt, leven kan niet meer stuk. Eén zin die me toch echt wel liet eruit sprong was: enthousiasme is de basis voor alle vooruitgang. Omdat je dat overal kan toepassen, zowel in privé, maar ook in het werk. Je kan zelf gaan bepalen wat wil ik vandaag doen, waar wil ik vandaag mee bezig zijn en hoe sta ik in het leven. Dus dat zelfvertrouwen, dat is de basis feitelijk ook van enthousiasme.